Je weet wat het is om in de laatste minuut eentje erin te schieten. Hoe is het om in de laatste minuut er eentje bij tegen te krijgen? Ja, dat is heel vervelend. Echt heel vervelend. Dus, ja, ik ben gewend, wat jij zegt, om hem erin te schieten. Maar dit is voetbal en dan kan je hem ook wel eens tegenkrijgen. Ja, en het leek zo onnodig. Ja, vind ik ook. Ja, het is zeer onnodig inderdaad. Je moet je sowieso met een punt van het veld afgaan. Zeker weten. En als je dan met 0 gaat, is dat echt heel vervelend. Ik hoor ze op de tribune allemaal schreeuwen, we gaan Europa in. En op dat moment valt hij tegen. Hoe ironisch kan het worden? Ja, dat is heel, heel ver gezocht, denk ik. We moeten voor elk punt sprokkelen. En dat lukt nu tot 2 keer toe heel aardig. En we gaan deze lijn zeker voortzetten. En dan komen de punten vanzelf. Jullie verliezen, hè? Maar jullie laten wel weer wat zien. Hoe zijn jullie deze wedstrijd ook ingegaan? Echt met het gevoel van, nou, we gaan gewoon hier voor 3 punten? Ja, tuurlijk. Elke wedstrijd begint met 0-0. En gaan we gewoon proberen om te winnen, sowieso. Hoe was jij eigenlijk, wat was je gevoel over je eigen wedstrijd? Ja, eerste helft niet heel veel ballen gehad. Tweede helft een stukken beter. En ja, ging wat meer dreiging over uit. Dus ja, ik ben wel tevreden over de tweede helft. Eerste helft moest ik wat ijzerder zijn. Maar ja, een goaltje erbij. En ja, prima. Alleen heel erg wat overheerst is natuurlijk de nederlaag. Ja, je speelt bij FC Dordrecht. Ben je niet toch een beetje verrast over eigenlijk toch wel de dominantie die je in de tweede helft laat zien? Ja, nou, ik wist al dat wij... Kijk, de trainer zegt altijd dat we meer kunnen dan dat wij denken. En daar heeft hij zeker gelijk in. En ja, daar gaan we natuurlijk steeds meer geloven. Alleen we moeten wel met beide benen op de grond blijven staan. En jullie hadden hier echt kunnen winnen van een ploeg die net 2 keer heel terecht Ajax heeft verslagen. Ja, ja, zeker. Dat is een heel mooi compliment. Zeker voor Dordt ook. Alleen ja, is natuurlijk overheerst gewoon dat je natuurlijk die nederlaag krijgt. Leuk spel, maar je hebt er niks aan. Zeker weten. Ja, kloot. Wat voor gevoel neem je nou mee zo direct de kleedkamer in en naar huis? Ja, teleurstellend. Tuurlijk. Die goal die levert niks op. En ja, als team heb je wel fantastisch gevoetbald, maar het gaat uiteindelijk om de punten natuurlijk. Maar jullie bewijzen misschien wel dat jullie hier thuis horen in deze Eredivisie? Ja, ja, zeker met dit spel wel. Aanvallend voetbal en leuk, fris en vrij voetballen. Dat, Dan kan je met de opgeheven hoogte weggaan, ondanks de nederlaag. Ja, tuurlijk, maar je snapt zelf ook wel dat natuurlijk je staat 1-1 en je krijgt me de 93 minuten tegen. En met 10 man, dat is natuurlijk heel, heel erg kloot. Ja, de volgende is, wat is de volgende? Eagles, geloof ik? Eagles uit, ja. Kleine revanche, waarom niet? Ja, tuurlijk, zeker weten. Gaan we proberen.